Ik zit me echt een heel verhaal te doen. Ja. Ik zat net te vertellen, die kerel met zijn groene punten of zo'n auto, die zie je ingaan van de bocht, zie je jou en die kerel met zijn rode auto naar binnen toe sturen, naar de apostel, zeg maar. Ja. Maar hij stuurt er een meter van weg en niet de andere kant op terug, zeg maar. Snap je dat laatste? Hij stuurt een meter van de apers weg, maar daarna moet hij insturen, maar dat kan hij niet, of dat doet hij niet, want daar zit jij, dus knalt tegen je aan. Hij anticipeert ook, nee, hij anticipeert totaal niet op wat er om zich heen gebeurt. Hij moet meesturen met de bocht als hij links en rechts auto's heeft, en anders moet hij eerder remmen als hij dat niet durft of kan. Nee, precies. Echt super irritant, dus dat was het begin van mijn race. Maar ik ben nou de laatste ronde aan het opnemen. Ik zal hem zo meteen eventjes, als ik op YouTube staat, zal ik zo uit de link doen. Dat is echt geweldig. Ik haal buitenom bij de Audi S haal ik hem in. Daarna binnendoor zeg maar die link knik. En dan op het rechte stuk, ik ben geraakt. Dus ik mis echt topspeed. Dat merk ik aan alles in de hele race. Maar nu kom ik zo door de statistieken. Dus dat is echt volgens mij. Ik ga hem juist nog even pauze zetten, maar het scheelt niks. Super gaaf.